Ik val met de deur in huis. Het hoost buiten en dat is jammer, want ik heb hier vandaag de Cargon elektrische bakfiets met een deur. Hoi, hier David van Bright. Dit is de Cargon elektrische bakfiets. Een bakfiets die bij uitstek geschikt is voor pa of ma om de kinderen veilig van en naar school te brengen. En als de kinderen dan op school zitten, dan kun je deze heel goed gebruiken om kratten bier te vervoeren of zakken potaarde of zelfs pandemie-hoeveelheden wc-papier. De Cargon elektrische bakfiets is van Nederlandse makelij. Net zoals de concurrent, de Urban Aero Family, die zich ook helemaal op het kindervervoer richt. Cargon is onderdeel van de Axel groep. En die zijn bekend van de merken Batavus, Sparta en de Baboe bakfietsen. De Cargon heeft een aluminium frame en ik moet zeggen dat ik hem erg mooi vormgegeven vind. Lekker strak, simpel. Maar het belangrijkste kenmerk van die Cargon is die brede, hoge bak met die deur. Dat lijkt me super handig als je kleine kinderen hebt. Die hoef je dan niet over de bakrand te tillen. Nee, je doet gewoon de deur open. Ze kunnen erin of eruit. Ja, dat is super handig. Ik heb geen kinderen, ik heb alleen Knuffy, de knuffelhond met masker. Maar als het zonnetje weer schijnt, ga ik naar collega Bram, want die heeft wel kinderen. En die gaan even testen of dit nou wel zo fijn is. Nou, de regen is bijna gestopt. Kan ik lekker naar buiten met de Cargon. En dan zal ik het hebben over de kwaliteitsonderdelen waarmee deze elektrische bakfiets is uitgerust. Om te beginnen zijn er de Tektro Dorado hydraulische schijfremmen. Dat zijn zeer krachtige remmen waar je zonder problemen een noodstop kan maken. Zelfs als je helemaal vol zit met kinderen en kratten bier. Ik zou het niet mengen. Maar des te meer e-bikes ik test, des te belangrijker vind ik eigenlijk de remmen. Ik vind ze zelfs misschien het belangrijkste onderdeel van de fiets. En zeker bij zo'n zware bakfiets. En dit zijn topremmen. En dan is er nog de Bosch Performance CX Cargo Line middenmotor. Speciaal gemaakt voor dit soort wat zwaardere voertuigen. En daarmee kan je bijvoorbeeld bij een stoplicht zelfs in de hoogste versnelling zonder problemen wegrijden. En die versnellingen zijn trouwens traploos dankzij de Enviolo Nuvinci traploze versnellingsachternaaf. Zo'n naaf is heel fijn, want je hebt nauwelijks onderhoud eraan. En dat geldt trouwens ook voor die gate standriem die we steeds vaker op allerlei fietsen zien. Die vergen ook nauwelijks onderhoud. De Cargon is trouwens ook met een derailleurversnelling verkrijgbaar. Dat is wat goedkoper, een paar honderd euro. Maar ja, dan heb je wel het geratel van tandwielen en kettingvet. Ik zou voor deze naaf gaan met die tandriem. Die traploze versnellingen, ja, dat is echt een waar genot. Net zoals die middenmotor met krachtsensor. Dat zorgt voor een hele natuurlijke fietsondersteuning. Zodra je een beetje kracht zet op die pedalen, gaat hij heel rustig ondersteunen. Je kunt voor de Cargon twee soorten accu's krijgen. Eén 400 wattuur en één 500 wattuur. En dat levert respectievelijk 50 of 70 kilometer op. En als dat niet genoeg actieradius voor je is, dan kan je hier nog een tweede accu monteren. Superhandig. En natuurlijk zaken als hoeveel sap zit er nog in die accu, dat kan je aflezen op een kwaliteitsdisplay van Bosch, de Intuvia display. Geldt natuurlijk ook voor de ondersteuningsstanden, hoeveel kilometer je gereden hebt, et cetera, et cetera. Heel overzichtelijk schermpje. Niet alleen fietst de Cargon bakfiets fijn, hij stuurt ook heerlijk. En dat heeft hij te danken aan een vrij uniek kabelsysteem. Bij veel bakfietsen heb je een stuurstang die de stuurbewegingen overbrengt. Maar hieronder zie je een schijf met een aantal kabels. Die lopen naar de voorkant. Daar zit ook weer een schijf. En je stuuruitslag wordt vertaald naar het voorwiel. En dat heeft als groot voordeel ten opzichte bijvoorbeeld van een stuurstang, zoals je bij een Urban Aero vindt, dat de stuuruitslag van dat voorwiel extreem groot is. En dat heeft weer als voordeel dat als het een moeilijke situatie is, je hebt weinig ruimte, dat je vrij makkelijk in en uit kan parkeren. En wil dat niet lukken, dan is er nog altijd een hele handige hendel hier onder het zadel. Dan kan je hem gewoon even optillen en heel makkelijk omzetten. En dan is er nog de luxe en vooral het comfort
van de schokbrekers in de voorvork. Die vangen al die klappen op van de straat en van die stoepjes. En dat is echt een waar genot. Er zijn gelukkig ook al wat accessoires voor de Cargon bakfiets verkrijgbaar. Zoals een regentent. Dan had ik Fluffy vandaag lekker droog kunnen houden. Mocht je hem in de regen moeten parkeren, dan is er nog een boxcover. Er is een adapter voor een maxi-cozy die je voorin kan plaatsen. En zo zijn er nog wat accessoires zoals een peuterstoel. Hallo. Hallo. Kijk eens aan. Wat een bolide dit. It's all yours om te testen. Samen met... Met Ella. Nou, Ella, daar gaan we. Nou, stap maar in, meisje. Samen met knuffel zitten. Samen met knuffel zitten, hè? Ja. Hoe heet de knuffel ook alweer, Dave? Knuffy en soms Fluffy. Nou, dan gaan we hem dicht doen. Komt-ie. Hop, 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 hop. Boom. Kinderslot erop. Nou, daar gaan we. Hoppakee. Niet omvallen. Naast de knuffel. Naast de knuffel, hè? Zo. Uitstappen maar. Oh, dat is echt heel leuk zeg. Ja. Dit is echt zo'n gadget die je eigenlijk niet wilt testen omdat je hem dan zelf wil. Dat is een beetje deze categorie. Wat vond jij ervan, Ella? Vond je het leuk? Ja hè. Komt u maar. Het is echt een plezier om te rijden op deze Cargon. Het is, hij voelt heel licht met sturen en met trappen ook. En ja, mijn kind is echt, voelt heel erg veilig en vindt het ook heel erg leuk natuurlijk om zelf in en uit te stappen met het deurtje. Kinderslot is wel een goede toevoeging, zou ik zeggen. De bak is heerlijk groot, dus je krijgt die kinderen er makkelijk in. Die hoogte vind ik ook heel fijn, want ze kunnen er wel net nog overheen kijken, anders wordt het ook saai. Maar je hebt wel het idee dat ze beter beschermd zijn tegen eventuele botsingen. Dus ik ben er heel erg fan van. Hij is wel echt heel groot, de bak. Dus je moet echt een beetje je fietspatronen aanpassen en je wegen moet je anders gaan kiezen. Want je moet echt opletten dat je niet zo langs de zijkant gaat schuren. Dat zou natuurlijk zonde zijn. Oh, maar het is wel echt heel fijn rijden deze. Gaat hij naar huis toe? Gaat hij naar huis toe, met de knuffel. Er is trouwens niet alleen maar halleluja en hosanna. Ik heb ook wel een paar kritiekpuntjes. En nee, dat zijn bijvoorbeeld niet die boutjes hier of deze dingen. Dit is een pre-productiemodel, hij is nog niet helemaal af. Dat moet je ons even vergeven. Nee, ik denk meer aan deze wrapfolie. Dat gebruiken ze ook bij auto's, maar dat is best wel kwetsbaar. Er zit al een beschadiging, want met die brede bak, als je dan langs paaltjes gaat, is er een grote kans dat je iets gaat schampen. Ja, en het is vrij zacht. Ik denk dat het vrij snel ook lelijk wordt. Maar mijn grootste kritiekpunt is eigenlijk de bok, oftewel de standaard. Ja, die is niet helemaal optimaal. Het is ten eerste vergt het enige gewenning om hem op de standaard te krijgen. Ik doe dat met een handigheidje. Twee handen aan het stuur en ik gebruik mijn lichaamsgewicht. En nu gaat het goed, maar eerst ging dat niet zo goed. Ik denk dat mensen die een stuk lichter zijn of wat minder sterk daar moeite mee zullen hebben. En dan is het dit pieletje. Ik heb nou al twee keer gehad dat ik per ongeluk met mijn voet hieronder zat. En dat is geen pretje. En mijn laatste kritiekpuntje is eigenlijk een algemene bakfietskritiek. En dat is, ze hebben een klein voorwiel. Grondspeling is heel weinig. Trottoirs, hoge stoepjes en dergelijke. En zoals de ingang naar mijn huis zijn echt een probleem. Want nu moet ik hem er op de een of andere manier intillen. En alsof dat nog niet erg genoeg is, zit er... Zag ik net ook nog stront aan mijn voorwiel. Ik kan niks anders zeggen, maar de Cargon elektrische bakfiets fietst heerlijk. Hij stuurt heerlijk. Het heeft hij mede te danken aan die geveerde voorvork. Dat maakt hem heel comfortabel. Een enorme stuuruitslag, dus hij is wendbaar. Die middenmotor die fietst fijn, weinig onderhoud. Ja.
En dan is het ook nog ideaal voor pa en ma, dat zag je bij Bram. Die deur, die kinderen die kunnen gewoon zelf instappen, vinden ze ook heel leuk. En pa of ma hoeft de kinderen ook niet in die bak te tillen. Maar er hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Deze uitvoering kost €5.299 met een 400 wattuur accu. Er is een goedkopere versie met een derailleur, dan ben je €300 goedkoper uit. Ik denk dat de Cargon een geduchte concurrent gaat worden van de Urban Aero Family elektrische bakfietsen. Die zitten namelijk ongeveer in dezelfde prijsklasse. Maar de tijd zal het leren. Wat? Ja, sorry, ik moet het hierbij laten. Knuffy heeft er genoeg van. Die wil naar de picknick met hondenbrokjes, dus tot de volgende keer. Nou ben ik heel benieuwd. Moet Fluffy nou wel of niet een mondmasker dragen? Laat het me weten in de comments. Vond je dit een leuk filmpje? Geef me dan een duimpje. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En zet dat belletje aan. Dan krijg je notificaties zodra er een nieuwe Bright video op YouTube verschijnt.